Je speelt vals! Hele goede morgen, leuk dat jullie kijken naar dag 2 van La Bakkerij Vlog. Waarom moet deze auto het weer verpesten? Ga weg. Het is super lekker weer. Hoeveel graden is het? Nu? Ja. 30? 29? Het is lekker warm. De view is amazing. En voor de mensen die de vlog van gisteren die hebben gekeken, ga die ook even zeker kijken. Want die is ook super leuk geworden. En vandaag gaan we, ik weet nog niet wat we vandaag gaan doen. We gaan de buurt verkennen, we gaan zwemmen, we gaan lekker gewoon ultiem chillen. En ik neem jullie weer mee. Dus veel kijkplezier. Het grappige is dat mensen hier rond 9:30 in de ochtend als sporten echt hardlopen in de brandende zon. Ik snap dat echt gewoon niet, waarom mensen dat doen. Hou gewoon op. Wees gewoon lekker chill. Wees in met de natuur. Maar ik bedoel, hier kan je ook bijvoorbeeld lekker zitten. Maar we gaan zo meteen ook nog naar het strand. Waar het nog mooier zou zijn. En we hebben ook hele leuke foto's al gevonden waar we Insta-pictures kunnen maken. Dus dat! Oké, ik ben aangekleed. Dit is wat ik op dit moment draag. Deze shirt. Dit shirt van de H&M. Broekje komt van de H&M. En mijn Esprit. Dus dit is zeg maar mijn lookje van vandaag. En het is hier nu 25 graden. Heerlijk weer. Het wordt deze hele week lekker warm hier. Dus dit is de look. En vandaag gaan we zo meteen naar de supermarkt om eten te halen en gewoon lekker chill te doen. Aangekomen en het is hier heel druk, heel warm en niemand loopt door. Dus ik en mijn moeder die zitten nu op zo'n stoel te chillen in de schaduw, want ik trek het gewoon echt niet meer en ik doe even mijn zonnebril af. En mijn camera is ook helemaal aan het beslaan. Oh mijn god, ja, daar is hij weer. En we gaan zo meteen naar het supermarktje en dan gaan we lekker drinken kopen en eten kopen en zo. En dan neem ik jullie daar ook weer mee naartoe. Superleuk. En ik ga nu laten zien wat ik nu zie. Dus let's go. Gaan we. Kijk, hier zitten we. Hier zit ik. En dit is het marktje. En die loopt helemaal nog daarachter door. Echt misschien 2 kilometer of zo. En daar ook nog. En hier een heel mooi palmboom. Dus we gaan hier nog even lekker zitten. We gaan hier nog even lekker zitten en dan gaan we zo meteen naar de supermarkt om lekker voedsel en zo te halen. En vandaag vanmiddag naar het zwembad. En het is nu rond 11:45 of zo. Dus tot zo. Ik heb pancakes, ik heb chocolade smoothie nog wel. Chocolade shake. Met dit uitzicht, dit eten. Top. Echt lekker. Oké, ik heb me dus nu klaargemaakt. Ik heb dit aan. Justin Bieber shirtje. Broekje komt van de. Weet je niet waar deze van komt? Espadillas. En we gaan nu op naar de pool. We gaan lekker zwemmen in het zwembad. Yay! Aangekomen bij de pool. En hier hebben we handdoekjes neergelegd. We gaan lekker chillen en lekker zwemmen. Let's go. Maar ik neem. Ik ga maar natuurlijk niet mee het water in. We liggen bij de pool en het is super lekker weer. Het is nu rond 3:30. En we gaan zo meteen zwemmen. Quincy en ik gaan zo meteen zwemmen. Ik wil wel beelden maken voor vlog. Maar er zijn hier ook nog andere mensen en die willen het liever niet op beeld. Wat ik accepteer.
Maar ik wil wel wat leuke beelden maken van mezelf in het zwembad. Dus dat ga ik zo meteen opnemen. En dan, ja, ga ik dat lekker voor jullie filmen. Ik hoop dat jullie deze vakantie toch een beetje leuk vinden. En er komen er nog genoeg aan. Dus hou mijn YouTube kanaal zeker eventjes in de gaten. En doe die duimpjes omhoog. Voor alvast lekker zwemmen in het zwembad. Dus ik ga lekker zwemmen. Oké, inmiddels ben ik weer in het huisje. Ik heb het lichtje aangedaan. En ik sta nu in de keuken, want ik ga eten. Ik heb net bij de Juul supermarkt heb ik dit gekocht. Pancakes. En die zitten in zo'n verpakkingtje. Dus die ga ik lekker eten. En ik ben sinds deze vakantie ben ik verslaafd aan, aan dit. Oasis, die heb ik gisteren ook op in de vlog. Als je die vlog niet hebt gezien, ga dan zeker even kijken, want hij is echt super leuk geworden. Maar ik ga lekker dit drinken in de smaak Tropical. Dus die ga ik lekker inschenken voor mezelf. En dan, dit is trouwens het bandje van zwemmen. Hoi! En dit ga ik dus lekker drinken. Lekker eten. En daar hebben we mijn moedertje. We hebben ook nog toetje. Oh ja, we hebben ook nog toetje. Wacht. Kijk, we hebben hele, hele lekkere toetjes gekocht vandaag. Danette heet het. Met chocolademousse in, en dat is dan koffiesmaak. En dus ik ga lekker die pannenkoekjes eten en dan spreken jullie zo. Gisteren was dus het plan om pizza te halen, maar dat ging dus niet door. Toen gingen we dat halen en nu gaan we wel pizza halen bij een ander pizza tentje verderop waar we vandaag waren met de markt. Daar heb je ook zo'n heel leuk pizza tentje. Dit is mijn outfit, deze van de Boel Meer. Hoekje aan hem, schoenen fan. Lekker pizza eten en lekker chillen en vanavond even show. Maar ja, jullie gaan weer mee, hè? Dus let's go, we gaan pizza halen. Dit zijn echt mooie bloemen, echt. Hier in Frankrijk hebben ze echt bloemen. Deze ook. Deze zijn ook echt gaaf. Oh, en deze plant is een beetje afgevreten, kijk. Oké, let's go. Lekker onze pizza's. Ik heb een pizza champignon. Mama heeft ook een pizza champignon. Karel heeft iets met Sicilian, en dat is anchovies en dat soort dingen. Quinty tonijn, lekker eten. Okay, inmiddels is het 9 uur en ik ga nu beginnen met het editen van de allereerste vakantievlog. Die van gisteren, die jullie gisteren hebben gezien. Blijkbaar of misschien die jullie nog moeten kijken. En ga zeker die vlog ook even checken, want hij is echt heel leuk geworden. Dus ik ga nu beginnen met, met de vakantievlog van gisteren. Ga ik monteren. En dan ga ik kijken hoe ver ik kom. En ja, morgen gaan we waarschijnlijk naar het strand. Dus dan ga ik jullie ook mee naartoe nemen, gezellig. Maar ik ga nu beginnen met het editen van de vlog van gisteren. Dus, let's edit. De tuin te editen met dit uitzicht. Dit is toch heerlijk, jongens. Edit live. Het is nu 2:00. En lekker met dit weer editen. Top. Oké, inmiddels is het 9:55. Ik ben klaar met de allereerste vlog editen. Hij is super gaaf geworden. Ik vind hem echt heel leuk. Het is echt iets waar ik trots op ben. En ja, ik ga ook niet mijn boentjes doen. Ik ga nog even deze vlog editen. En nog even kaarten, denk ik, of zo. Straks, maar dat is niet meer interessant voor jullie om te zien. En dit uitzicht, jongens, ik ben er echt verliefd op. Ik wil dit ook thuis. En, maar goed, goed verhaal. Ik ga bij deze vlog afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem weer net zo leuk als ik hem heb gevonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet me zeker niet te volgen op social media. Twitter, Instagram en Snapchat.
waarin ik allemaal leuke foto's post van waar ik ben en zo. Van La Baccarat en van alles wat ik doe in mijn leven. Kan je me volgen. Dus dan bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie morgen weer. Dus tot morgen. Bye!